Welkom bij deze videopresentatie. Mijn naam is Henry de Weert. Ik ben reeds 25 jaar coach van fanatieke professionals en ondernemers. En deze videopresentatie met ons thema geld staat niet op zich, maar maakt deel uit van de videoserie Ondernemen tijdens een crisis. En voordat ik verder ga, ga ik eerst even het scherm met je delen. Ondernemen tijdens een crisis of ondernemen in een crisis, dat is het hoofdthema van deze videoserie. Op deze sheet datgene wat ik heb gedaan in het verleden en ook vandaag de dag doe. Het coach voor fanatieke ondernemers en professionals met echte ambities. En dat is een mooi werk. Vraagstukken die ik inmiddels heb mogen behandelen. En hier de cliënten en de industrie waar ze vandaan komen. Maar waar het echt om gaat, is de hoofdvraag, de hoofdvraag van deze videoserie. Welke factoren leveren een positieve bijdrage aan het succesvol ondernemen tijdens een crisis? Ja, om te beginnen, wat is een crisis? Nou, het is een noodsituatie waarbij het functioneren van een bepaald systeem verstoord raakt. In dit geval een economisch systeem, dat kan zijn op bedrijfsniveau of zelfs op maatschappelijk niveau. En ja, dat kan ervoor zorgen dat de klanten weglopen, de omzet achteruit holt, kosten doorgaan en het faillissement op de loer ligt. En de crisis kan natuurlijk een gevolg zijn van inderdaad een virus, maar het kan ook gevolg zijn van toenemende concurrentie of behoefteverandering bij de klanten. Wat dan te doen? Nou, er bestaan geen 7 magische stappen, zoals dat wel eens zien in de literatuur, maar er zijn wel heel veel acties die je kunt ondernemen. In deze videoserie bespreek ik een aantal van die thema's die in zich alle acties hebben, waardoor je inderdaad gewoon de crisis kunt overleven en sterker eruit kan komen. Het thema van deze videopresentatie is geld. Nou, geld is natuurlijk een uitstekend ruilmiddel waar onze economie op draait. Te veel geld maakt niet per se gelukkig, maar te weinig geld geeft mensen wel een hoop stress. Dus het is best wel interessant om te zorgen dat je meer geld hebt dan nodig is. Een crisis kan van negatieve invloed zijn, maar ook van positieve invloed op de financiële positie van een ondernemer. En interessant is natuurlijk stilstaan bij de weerbaarheid van een ondernemer ten tijde van de crisis. Voorbeeld van een negatieve invloed. Horeca mag zijn winkel niet openen omwille van een virus. Nokia-aandeelhouder beseft dat Nokia de slag om de smartphones heeft gemist en verliest dus op zijn aandelen. Maar ook een jong stel koopt bijvoorbeeld een huis op de top van de markt in 2008, gaat helaas uit elkaar in 2012 en moet het huis onder water, oftewel met verlies, verkopen als gevolg van de kredietcrisis in 2008, waardoor ieder een verlies heeft van 30.000 euro. Ja. Dat klinkt alsof een crisis alleen maar leidt tot negatieve effecten, maar het heeft ook positieve effecten voor een aantal ondernemers. Bijvoorbeeld, investeerders die de woningprijzen door crisis dalen en stapt in op het laagste niveau na de crisis, zodat hij de woning tegen een goed verhuurrendement kan verhuren. Eigenlijk maakt dus gebruik van de crisis en de dalende woningprijzen. Mondkapbedrijven verdienen bijvoorbeeld veel geld bij een crisis als gevolg van het virus. En Amazon stijgt bijvoorbeeld in april met een waarde van 1 miljard dollar door toename van online bestellingen. Zo zie je maar weer, de ene heeft last van de crisis, de andere spint garen. In deze videopresentatie bespreek ik 5 thema's. 5 thema's waarmee je aan de slag kunt gaan om te zorgen dat je huidige financiële positie verbetert. Maar ook met name de financiële positie in aanloop naar de volgende crisis. En ik zeg met klem de volgende crisis, want die gaat er ook weer komen op weg naar 2030. Leren van deze crisis. En dan op dat moment zeer financieel weerbaar zijn, dat kan ook een doel zijn. 5 thema's, crisis is voorspelbaar, emotie, cashflow, assets en liabilities en maandelijkse uitgaven. Thema 1, crisis is voorspelbaar. Nou, als je rechts naar de grafiek kijkt, dan zie je dat we in feite ongeveer iedere 10 jaar een crisis hebben. Dus het is voorspelbaar dat na 2020 ook weer in de 10 jaar daarna er een crisis komt. Goed, soms iets eerder, soms iets later. En vaak duurt een crisis ook langer dan 1 jaar. Bijvoorbeeld in 2008 was er de kredietcrisis. Wil je daar meer over weten, kijk absoluut de film The Big Short aanraden. In 2009 was er ook de eurocrisis als gevolg van de kredietcrisis. En vastgoedprijsdalingen liepen maar liefst door tot en met 2012. Kortom, een crisis is niet 1 jaar, maar rolt door in de jaren daarna. De coronacrisis van 2020 ligt natuurlijk toch in het verlengde van de kredietcrisis. Niet zozeer omdat krediet en corona op elkaar lijken, maar wel omdat heel veel bedrijven nu met nog meer schulden
in de economie zijn gestapt ten opzichte van 2008. Dus als er inderdaad druk op de economie komt, vallen nog meer bedrijven om als gevolg van de kredieteconomie. Kortom, de coronacrisis en zijn economische gevolgen staan niet per se los van 2008. En ook deze crisis, de coronacrisis, zal effect hebben op de jaren na 2020. Dus we zijn er nog niet ten aanzien van de coronacrisis. En nou goed, dat betekent aan de slag en slim werken. Kortom, een crisis duurt vaak niet één jaar, maar betreft dus een periode van economische neergang van een aantal jaren. Een crisis is voorspelbaar, maar niet precies qua jaartal. Actie, wat kan je doen? Zie in dat er richting 2030 weer een crisis is, zodat je je kunt wapenen of toch voorbereiden op de crisis die gaat komen. Vooruitzien is dus regeren. Welke stappen kun jij zetten, zodat je dan weerbaar bent? Thema 2, emotie. Als het economisch goed gaat, dien je te sparen voor als er een crisis is. Is een mooie uitspraak. En dat past natuurlijk fantastisch bij de economische benadering van ons leven. En er zijn heus wel mensen die zo leven, maar dat is maar een klein groepje. Want de meeste mensen denken nauwelijks economisch. Het is juist onze natuur de emotie te laten domineren boven gezond verstand. En dat geld lekker te laten rollen. Genot en plezier zijn sterke en vaak verslavende gevoelens. En daarom geven de meeste mensen ook gehoor aan deze gevoelens en geven ze meer uit in principe dan dat ze kunnen. Hoe heerlijk is het om een nieuwe auto te kopen? Fantastisch om maandelijks te shoppen. Een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, dat geeft zo'n waanzinnig lekker gevoel dat we er eigenlijk wel een beetje aan verslaafd zijn. Dat heeft het gevolg dat bij een crisis ook heel veel mensen bloeden. En het zijn vaak dezelfde mensen die ook bij de volgende crisis weer bloeden. Ook al is het voorspelbaar dat we 1 keer per 10 jaar een grote crisis hebben. En waarom? Omdat we met consumeren en ons hart volgen. Het is zo fijn om gave dingen te kopen. Het is fantastisch om 3 keer per jaar of 2 keer per jaar op vakantie te gaan. Het is fantastisch om een auto te hebben. En het is helemaal niet leuk om ons consumeren gewoon te beperken. En emotie speelt daarin dus een hoofdrol. Kunnen we dus onze emotie wat temperen? Vraagteken. Actie. Breng in kaart hoeveel boeken en artikelen je hebt gelezen over geld. Of je met de werking van geld bent opgegroeid aan de eettafel. Weet dat niet? Heb je weinig boeken gelezen, artikelen? Dan is er een grote kans dat je nu, maar ook bij de volgende crisis, weer kwetsbaar bent. Bepaal wat je kunt doen om jouw financiële weerbaarheid te verhogen. Thema 3, cashflow. Cashflow is hetgeen wat je overhoudt aan het einde van de maand. Oftewel, inkomen minus uitgaven. Heb je daar einde van de maand 200 euro over, is dat je cashflow. En des te lager jouw cashflow, des te minder je kunt sparen en beleggen. Dus des te kwetsbaarder je bent tijdens een crisis. Zo simpel is het daar. Actie. Verhoog jouw cashflow door minder uit te geven per maand. Bouw dan een noodfonds op van minstens 10.000 euro. Maar het allerbeste is een noodfonds op te bouwen waarmee je 6 maanden vooruit kunt gaan zonder een extra lening of zonder iemand die omgeving te vragen om jou een donatie te doen. Dit verhoogt jouw weerbaarheid tijdens de crisis. Het geeft rust, zodat je beter kunt denken en betere keuzes kunt maken tijdens de crisis. Het nadeel? Als je cashflow omhoog gaat, ja, dan betekent dus dat je uitgaven omlaag gaan. En waar wil je dan op besparen? Waar wil je op bezuinigen? En vind je dat dan nog wel leuk leven, dat bezuinigen? Thema 4, assets en liabilities. Assets is hetgeen je bezit. Het heeft een geldwaarde. Maar let op, het zorgt ook voor geld op de rekening. Voorbeelden, het verhuren van een woning. Het verhuren van een auto. Het opbouwen van een noodfonds. Het opbouwen van een pensioen, een lange termijn beleggen. Jezelf als asset, ook jij vertegenwoordigt de economische waarde. En je eigen bedrijf met een winstmarge. Wat zijn liabilities? Dus geen assets. Wat zijn liabilities en schulden? Dus wat je een ander moet betalen en waar geld van de bankrekening afgaat. Dus het kost je geld. Juist een koophuis met een hypotheek. En ook een auto. En daar gaan heel veel mensen toch vaak mis. Ze denken dat een koophuis een asset is, oftewel geld oplevert. Dat is, als je echt goed doorrekent, niet op de langere termijn bij heel veel partijen. Op de korte termijn alleen maar als je het huis verkoopt. Maar zolang je het niet verkoopt, heb je niks aan de overwaarde. Kortom, dan kost het huis je gewoon geld. En hetzelfde geldt voor de auto. Denk aan wegenbelastingverzekering, maar ook afschrijving. Ja. Hoe daarmee om te gaan? Wie schuld heeft, is kwetsbaar tijdens de crisis. Omdat de kosten om die schulden af te betalen, plus de rente over de schulden, die gaan natuurlijk door.
Door schulden af te betalen wordt de weerbaarheid tijdens de crisis verhoogd, omdat de maandelijkse uitgaven dalen op weg naar een crisis. Dus schulden afbetalen is absoluut een grote vondst op weg naar de volgende crisis. Hierdoor neemt je cashflow toe, immers je houdt meer over per maand. Ontstaat er een sterk noodfonds voor 6 maanden, want je kunt toesparen naar dat perfecte noodfonds. Je kunt investeren in assets, oftewel datgene wat geld waard tegenwoordig en ook geld oplevert. Je stijgt in inkomen omdat assets geld opleveren. En je kunt daardoor ook weer snelle schulden aflossen door je inkomen stijgt. Waardoor je cashflow stijgt en je vervolgens weer meer kan investeren. Kortom, dat is een cyclus. Actie. Breng je assets en liabilities in kaart. Welke schulden kunnen als eerste worden afbetaald? En ook interessant is te bedenken waarom we het in Nederland zo normaal vinden enorme schulden aan te gaan. Hypotheekschulden. Waarom is dat normaal? Waar is het normaal om een schuld van 3 ton aan te gaan? Het is interessant om over na te denken, omdat dat elders in de wereld heel anders ligt. Kennelijk is dat een stukje van onze cultuur. En misschien is het interessant om daarover na te denken. Assets en liabilities. Het laatste thema, maandelijkse uitgaven. Wie kennis heeft over de werking van geld en toepast, die bespaart geld, verhoogt zijn cashflow en bouwt aan een sterk noodfonds zonder verlies van kwaliteit van leven. Omdat het de keuze betreft. Het is een stukje bewustwording. Je verlaagt daarmee namelijk je kwetsbaarheid. Je verhoogt de weerbaarheid. En als je daar iedere dag aan denkt, weerbaarder zijn, dan kan het heel erg fijn gevoel geven om aan het eind van de maand een veel hogere cashflow te hebben dan de afgelopen jaar. Het kunnen aangaan van een crisis start met het voorbereiden voordat er een crisis is. Oftewel, geen stress tijdens de crisis ontstaat eigenlijk door het plannen voordat de crisis inslaat. En zoals ik eerder al zei, een crisis is voorspelbaar. Het gaat ook weer richting 2030 gewoon gebeuren. Kleine stappen maken grote stappen. Oftewel, als je aan de rechterzijde van deze sheet kijkt, dan zie je allemaal posten waar je op kunt kijken ten aanzien van je maandelijkse uitgaven. Dat betekent dat je gewoon maandelijks in kaart kunt brengen wat je uitgeeft. En ook zie je hier de nutsvoorzieningen. Het is best interessant om je gas en elektra te noteren, want je kunt na een jaar dan op de hoogte zijn van je stand, kunt overstappen en dan kun je precies zien hoeveel honderden euro's je bespaart voor het jaar daarna. Hieronder nog wat tips ten aanzien van het verlagen van je uitgaven. Actie. Breng maand na maand de uitgaven in beeld. Dus de laatste dag van de maand de uitgaven in beeld brengen. En dat is een heel mooi proces, want eens kijken of je een overwinning kunt boeken of je een hogere cashflow kunt genereren in vergelijking tot de maand ervoor. Kijk kritisch naar de uitgaven, bepaal hoeveel je dus kunt besparen, zonder minder fijn te leven. Bedenk dan dat je dat geld slim kunt investeren, dat geld dat je bespaart slim kunt investeren in een noodfonds, in afbetalen van schulden en in investeringen. De lange termijn heb je hier heel veel plezier van. Zeker tijdens de crisis, maar ook met oog voor jouw pensioen. Want ook het pensioensysteem staat onder druk in de komende jaren. Huiswerkopdrachten. Nou, wil je de inhoud van deze presentatie tot je nemen? Kijk dan nog eens naar de huiswerkopdrachten en maak ze gewoon voor jezelf. Samengevat, thema van deze video, geld. 5 thema's besproken. Het is voorspelbaar dat er een crisis is. Bereid je erop voor. Emotie is neemt de overhand tijdens kopen. Daarom geven we te veel uit. Wil je dat veranderen, ja of nee? Sta dan stil. Maak je bewust van dat uitgavenpatroon. Cashflow, datgene wat je overhoudt per maand. Zorg dat het stijgt. Daarmee kun je schulden aflossen. Kun je noodfonds opbouwen. Ben je weerbaarder tijdens de crisis. En assets en liabilities. Assets staat voor bezit. Wat geld oplevert. Geld komt op de rekening. Liabilities staan in principe voor datgene wat geld kost. Een koophuis bij de meeste mensen is een schuld, een liability. Kost geld een auto, geldt hetzelfde voor. Afdalen van liabilities is heel erg slim. Geld wat je overhoudt, investeren in assets. Zoals een pensioenfonds, passief beheerd indexbeleggen, misschien een stukje vastgoed, enzovoort. Maandelijkse uitgaven, absoluut bijhouden. Krijg je heel veel gevoel voor geld, voor de kleinste uitgaven. En je zult merken dat je enorm veel kunt besparen. En dat is weer goed voor de cashflow, met al zijn positieve gevolgen van dien. Heb je vragen? Voel je welkom. Ik wil je bedanken voor je aandacht en ik wens je een hele fijne dag. Dankjewel.